Ja. Ja, de winnaar is Nee, nee, dus Groep de Nijs. Ja. Felicitaties. Ja. Van Wassenhoven, felicitaties en krijgt de prijs uit handen van de minister-president. En ik kom nu ook even voor de letsel. Dankjewel, meneer de minister-president. Dank u. Ik wil u nog graag een vraagje stellen, want de beelden die we hier zien, pardon, zijn vrij impressionant. Maar wat zien we eigenlijk precies? Ik denk dat de film nu gaat over ons project die wij in 2012 hebben gerealiseerd en waar nog een beetje uitgaan is in 2013. Namelijk de aanleg van een aspijpleiding van 110 kilometer in Tsjechië van 56 duim. 56 duim, dat is voor u misschien bizar, maar is het dubbel van een tafelhoogte. Ja. Dus een buis van 1,4 meter. Ja. Dat hebben wij volledig automatisch gelast. En dat is echt genomen op de internationale markt door zeer scherpe competitie. Ik ben zeer fier dat wij dat met onze Belgische teams hebben mogen realiseren. En dat diep om gas te transporteren van het oosten naar... Inderdaad, het is een zogenaamde gaspromleiding. Je weet dat er altijd transport is van gas die vanuit het oosten van Europa en Rusland komt naar ons. En deze leiding maakt deel uit van dus inderdaad het traject die dus de heer Poetin verzorgd heeft. We hebben twee grote van de drie mogen bouwen. En eigenlijk hebben we de Russische concurrent moeten helpen om op tijd klaar te komen. Ja. Dus België moet een beetje fier zijn dat ze op internationaal vlak toch technisch... Is er een ander project waaraan u denkt en waarvan u zegt, want dat staat eigenlijk heel mooi op ons cv, daar ben ik trots op? Inderdaad, we doen 166% van onze omzet in het buitenland, door waterwerk en door olie- en gasleidingen. Een project dat mij zeer nauw aan het hart ligt is in Niger, in 2007-2008 al jaar terug. Toen wij voor de eerste keer een drinkwaterfaciliteit hebben gebouwd in Agadez. Agadez is een woestijnstad van de Touaregs. Daar hebben we met Belgen en Vlamingen gewerkt. Op een bepaald moment was het 52 graden Celsius in de hitte. Daar hebben wij een drinkwaterinstallatie gebouwd en ik ben daar ook fantastisch. Op dat moment hebben we dus onze grenzen verlegd. En sindsdien zijn er dus, hebben we geen schrik meer om te werken. Bijvoorbeeld vandaag bouwen we in Tsjaad een leiding, dat is ook nu op dit moment 42 graden overdag. Dus daar hebben we geen schrik meer van. En uiteindelijk constant gaan we verder met onze ambities en zo proberen we het groeimodel dat we nastreven te realiseren. Dat is mooi en daarvoor wordt u beklond. Dankjewel, ook om bij ons te zijn. Ja.